Beste mensen, van harte welkom op de raadsvergadering van dinsdag 8 maart 2016. Van harte welkom aan de raadsleden, de mensen op de publieke tribune, de media hier vertegenwoordigd vanavond in deze zaal en natuurlijk ook de mensen die ons thuis via de media volgen. Van harte welkom. Bij de mededeling meld ik de afwezigheid van de heer Gelling van de fractie van de VVD en mevrouw Hansen van de fractie van D66. Overigens zijn wij compleet. En ik wil aan het begin van deze vergadering graag het woord geven aan mevrouw Kloekos. Zij heeft daarom gevraagd. En dat hangt vast samen met datgene wat op onze tafel staat. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Waarde mederaadsleden, college en publiek. Dit weekend las ik in een landelijk dagblad een interview met een buitenlandse profvoetballer. Hij stelde dat de emancipatie in Nederland te ver doorgeschoten is. Een fietsende vrouw met een man achter op de bagagedrager. Hij vindt het een gruwel. Vooruit, vrouwen mogen best werken en geld verdienen, maar ze moeten er vooral mooi uitzien en liefst altijd op hakken in een mooie rok en met gefeund haar naar buiten. Dat is de normale rolverdeling. Ik zie dat hier wel heel duidelijk nog de noodzaak is voor Internationale Vrouwendag. Ik zou nou stoppen. Dat was volgens hem de normale rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Mannen kunnen sommige dingen nou eenmaal beter. En het wordt tijd dat vrouwen zich daarbij neerleggen. Ik heb het artikel met veel gegrinnik gelezen. Het geeft een mooie inkijk in het hoofd van deze zogenaamde echte man. En volgens mij zijn hier ook wat echte mannen aanwezig. Het is wel nogal gedateerd. Het was precies die redenering waardoor vrouwen nog tot 1956, een dag na hun bruiloft, automatisch ontslagen werden. Omdat ze zich moesten wijden aan hun taken als huisvrouw en moeder. Helaas is deze profvoetballer niet de enige bij wie nog iets van die gedachtegang is blijven hangen. Wist u dat veel vrouwen nu voor hetzelfde salaris 64 dagen per jaar langer werken dan een man met dezelfde functie? Er is veel veranderd, maar kennelijk zijn we op dit punt niet zoveel opgeschoten. Anno 2016 krijgen vrouwen in Nederland in een aantal sectoren voor hetzelfde werk nog altijd bijna 20% minder salaris dan mannen. En dat is onrechtvaardig. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag voor strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Daarom vragen we vandaag met deze ludieke actie aandacht voor gelijke beloning van vrouwen op de werkvloer. En we hopen dat dit de laatste keer is dat we dit hoeven doen. Dank u wel. Mevrouw Kloekhorst. En dat u aandacht vraagt voor dit thema, heel erg goed. Ik ga er niet te veel over zeggen, want dat is levensgevaarlijk. Maar ik geef alleen maar aan dat wij volgens mij het goede voorbeeld geven door de directie volledig uit vrouwen te hebben bestaan. Maar die zijn overigens vooral gekozen op basis van kwaliteit, laat dat ook duidelijk zijn. Dat is heel mooi. En daarmee ga ik nu ook snel door naar het volgende onderwerp. Want ik merk, de spanning hangt nu al in de zaal. Volgende agendapunt. De vaststelling van de agenda. Kan deze uw goedkeuring wegdragen? Of is er behoefte om die te amenderen? De fractie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Allereerst de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Kloekhorst. Met excuses, Jonkhans. Ja, kan ook. Ja, die was vorige periode. Ik wou graag een motie vreemd aan de orde betreffende de afvalwaterinjectie, waar we de vorige keer in de oriënterende ronde over hebben gesproken, wou ik graag indienen. En dat is een motie over afvalwater. Ja, die gaan wij agenderen. Wat mij betreft na agenda punt 5 maken wij agenda punt 5a vaststellen van de besluitenlijst en 5b spreekstuk motie vreemd aan de orde afvalwater. Mevrouw van der Hoek, GroenLinks. En ter ondersteuning willen wij graag ook een motie vreemd aan de orde indienen over het trekken naar schaliegas. Akkoord, dan gaan wij die ook agenderen. Agenda punt 5c, motie wrekken of wrakken. Akkoord, daarmee de agenda kan uw goedkeuring verder wegdragen. Ja, akkoord, dank u wel.
Agendapunt 3, het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld voor dit agendapunt. Dat betekent dat wij doorgaan naar agendapunt 4, de actuele vragenronde. Is er behoefte om daarvan gebruik te maken? Dat is niet het geval. Agendapunt 5a, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u geen aanleiding tot het maken van de opmerkingen en daarmee kan de besluitenlijst worden vastgesteld. Dank daarvoor. Agendapunt 5b, zoals net aangekondigd, motie aangekondigd door de fractie van de Partij van de Arbeid over afvalwater. Het woord is aan de heer Jonkhans. Van achter het spreekgestoelte. Dank u wel, voorzitter. Het RIVM heeft berekend dat de groei van de watervraag de komende decennia ongeveer 30% bedraagt. Als de waterbehoefte zo sterk stijgt, dan zal er extra capaciteit moeten komen voor de waterwinning. Nota bene is in Twente nu al een waterschaarste. Het tekort wordt daar opgevangen door water in te kopen bij Duitse drinkwaterbedrijven. Om een voorbeeld te geven, 1 liter olie kan 1 miljoen liter water bederven. De risico, als dit gebeurt, is de kans vermenigvuldigd met het effect. En dan kan het best zo zijn dat de kans misschien niet zo heel erg groot is dat er een calamiteit gebeurt. Maar als het dan misgaat, dan gaat het ook goed mis en dan is er heel veel water verloren. Zoals, want onder andere de schaarste in Twente is te danken aan een brand die bij Vredestein was uitgebroken. Waardoor een aantal putten onbruikbaar zijn. Nou, daar waar we het bovengrond tamelijk goed geregeld hebben met structuur- en omgevingsvisies, bestemmingsplannen en vergunningen. En we regelen precies waar wat mag en onder welke voorwaarden. Maar in de ondergrond is het nog Wild West. Wie een ondergrondse activiteit wil ondernemen, die vraagt weliswaar wel een vergunning aan. Echter, er zijn niet zoveel voorwaarden aan verbonden of mogelijkheden voor het bevoegd gezag om deze te weigeren. En waarom? Omdat in veel gevallen de kennis ontbreekt om de risico's in te schatten. En als er kennis ontbreekt, ja, dan is bij ons het adagium bij twijfel niet oversteken. Het is daarom dat we ons college oproepen actie te ondernemen tegen de afvalwaterinjectie in Twente en waarvan de leiding grotendeels over onze gemeente loopt. Wij roepen het college actie op om actie te ondernemen en hebben daarbij het volgende dictum. Wij roepen het college op om te onderzoeken hoe afvalwatertransport door de gemeente Hardenberg kan worden stopgezet en te onderzoeken of verbod of graafwerkzaamheden ten behoeve van de afvalwatertransportleiding tot de mogelijkheden behoort. Voorts bij het provinciaal bestuur Overijssel, de Tweede Kamer en minister Kamp van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan te dringen op stopzetting van injectie van afvalwater van de NAM in de ondergrond. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Het kan zijn dat er vragen zijn over deze motie ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Ondersteund door GroenLinks en ChristenUnie zie ik. En daar wil ik graag de gelegenheid voor geven. En ook D66. Vragen, opmerkingen. CDA, VVD, fractie van het CDA. De heer Van der Valk. De heer Jonkhans geeft net aan van mocht het een keer misgaan, dan is het ook goed mis. Net alsof er een geweldige ramp gaat optreden. Nu is er vorig jaar is er een lekkage geweest bij Haltonen, die ook wel bekend. Kunt u aangeven hoe erg het daar nu nog is? Nou, dat was een lekkage van de leiding. Hoe het op dit moment is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat als je daar, als de leiding die vrij dicht aan de oppervlakte zit, werd het daar gelukkig vrij snel gemerkt. Er is wel veel water daar verspreid, maar dat is allemaal netjes afgegraven door, ik dacht dat Arcadis daar degene was die de boel heeft gesaneerd. Dus daar is het grondgebruik is daar weer, kan weer gewoon agrarisch gebruikt worden. Maar dit gaat over injectie in de ondergrond. En het gaat ongeveer om 180 vrachtwagens per dag wat de grond in verdwijnt. Of althans tank inhoudt. Voorzitter, ik hoorde de heer Jonkhans duidelijk zeggen dat het over transportleiding in Hardenberg ging. En mijn vraag was daaraan gekoppeld. En ik wil graag een paar opmerkingen maken als het mag. Ja, akkoord.
Kijk, als CDA-fractie willen wij ook graag de vinger aan de pols houden als het gaat om dingen in de ondergrond. Maar het is wel zo, als er transport door zijn leiding plaatsvindt en er gaat iets mis, dan heb je een wettelijke plicht, en dat weet u ook, u zegt er is niet zoveel geregeld voor de ondergrond, maar een wettelijke plicht als er een verontreiniging optreedt om dat helemaal weer op te ruimen. Nou, ik verneem straks ook graag van de portefeuillehouder of dat in dit geval gebeurd is. Mag ik even daarop reageren? Want u zegt terecht, maar dit is in de bovengrond. Dit is in de eerste paar meter, ja. Waar dat wordt gesaneerd. Maar we hebben het over injectie van gigantische hoeveelheden water, afvalwater, in de diepe ondergrond. En wat daar gebeurt, niemand die ons kan vertellen wat daar de risico's van zijn. Ik neem aan dat de overheid bij de vergunningverlening daar ook naar gekeken heeft. En wij gaan daar als gemeente niet over. U heeft in uw dictum staan dat de injectie plaatsvindt in de gemeente Hardenberg. Nou, dat staat wel in het dictum. Daar heeft u niet goed geluisterd. Ik heb gelezen en er staat in uw dictum dat aan te dringen op stopzetting van de injectie van afvalwater van de NAM in de ondergrond van de gemeente Hardenberg. Nou, daar heeft u een oude versie voor de neus. Dat is de versie die ik van de Griffie gekregen heb, dacht ik. Maar goed, als dat veranderd is, dan is dat rechtgezet. Maar nogmaals, wij gaan er als gemeente niet over. En ik zou ook graag eerst de reactie van de wethouder willen vernemen hoe die hier tegenaan kan. Bent u het met ons eens dat we wel onze zorgen uit kunnen spreken? U mag altijd uw zorg uitspreken en wij zijn ook van mening dat we de vinger aan de pols moeten houden bij allerlei zaken. En als er iets gebeurt, dan moet het ook opgeruimd worden. En ik wil de wethouder ook daar graag horen of het opgeruimd is vorig jaar. Kort, dank u wel. Ik ga naar de fractie van de VVD. De heer Bakker. Dank u wel, voorzitter. Een vraag? Ja, een vraag aan meneer Van der Valk. Ja, precies. Een vraag van de heer Van der Valk. Dan wil ik daar eerst de gelegenheid aan geven. Ja. Maar hoe denkt meneer Van der Valk dan over rentmeesterschap? Kijk, we willen deze aarde willen we doorgeven. En we weten niet precies van wat de gevolgen zijn. Moeten we dan denken van, nou ja, na ons de zonvloed? Of moeten we nu kunnen ingrijpen en heel nadrukkelijk de regering te laten zien en aan te geven van dat we wel zorgvuldig met deze wereld om moeten gaan, met deze aarde? Hoe denkt meneer Van der Valk daarover? De eerste plaats, die injecties zijn niet in de gemeente Hardenberg. Dat is een puntje. Tweede plaats, er is een vergunning verleend en er wordt nauwkeurig naar gekeken. En op het moment dat er iets fout gaat, dat hebben we vorig jaar ook in Holthoorn gezien, dan bestaat de verplichting om dat op te ruimen. En in die zin moet je daar ook heel zorgvuldig mee omgaan. Daar zijn wij ook van overtuigd. Maar dat is naar mijn idee, maar dat hoor ik ook graag van de wethouder straks, ook gebeurd. En u zult ook het verhaal naast rentmeterschap kennen van het omgaan met talenten. Met dingen die je moet ook iets doen met z'n allen. En om te zeggen van nou, we willen niks meer doen, want er zitten risico's aan vast. Dat gaat mij ook iets te ver. Akkoord. De heer Bak, fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen, een aantal opmerkingen. Ten eerste, heer Jonkans, ondersteun ik uw zorg. Dus daar ben ik heel helder in. Ik vind het echt wel wat eenzijdig belicht. U focust alleen op drinkwatervoorziening in Mander. En ik denk dat het verder gaat, want daarom in de buurt ligt ook het Natura 2000 gebied Sprengendaal en Dal van de Morsbeek. Dat Natura 2000 gebied dient beschermd te worden en ook deze injecties brengen met betrekking tot Natura 2000 de nodige risico's met zich mee. En dat zit hem op enerzijds Natura 2000 en anderzijds op de economische ontwikkeling van zowel de agrarische sector als andere sectoren die stikstof uitstoten. Dus volgens mij kunt u daar wat vollediger in zijn. Dus ik vind dat wellicht een belangrijke aanvulling en tip om mee te nemen. Dank voor deze aanvulling. Dan heb ik een vraag aan u. Heeft u contact gehad met uw collega's bij de gemeente Tubbergen? Nee. En waarom heeft u dat niet gedaan? Omdat wij eigenstandig ook een opvatting kunnen formuleren en die... En we zullen toch dat via dit college
bij de provincie en bij de Tweede Kamer en bij de minister moeten doen. Dat gaan de mensen in Tubbergen niet voor ons doen. Zou het niet krachtiger geweest zijn om dat wel gezamenlijk gedaan te hebben? Dat is een vraag die mij wel niet voor bezighoudt. Dat had gekund, maar het was nogal kort dag. Want we hebben het 2 weken geleden hebben dit aangekaart. En er waren ook een aantal ontwikkelingen in Tubbergen die hun eigen dynamiek hadden. Dus het leek me niet verstandig dat daarmee te laten interfereren. Nou, dan kom ik een beetje toch bij het punt wat de heer Van der Valk maakte. En hoe verder gaan wij hier in Hardenberg over injecties van grondwater in de gemeente Tubbergen? Daar zit ik echt van, hoe kijkt u daar tegenaan? En waarom dan op deze manier een motie indienen die volgens mij meer recht zou doen om eerst te onderzoeken wat de risico's zijn alvorens helder standpunt in te nemen? Volgens mij is dat ook uw verzoek eigenlijk. Nou, waarom? Kijk, die leiding die loopt over het grondgebied van de gemeente Hardenberg. En zoals u weet is die leiding is er niet best aan toe. Vandaar dat men nu de dingen aan het herstellen is. Formeel moet de minister nog antwoord geven op de vraag of de injectie van afvalwater nog voortgezet kan worden. Maar de NAM heeft daar eigenlijk geen boodschap aan. Die gaat gewoon investeren in die leiding. En dat vinden wij niet de juiste gang van zaken. Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Ja. Dat kan. De heer Jonkhans geeft zelf wel aan dat de minister nog aanvullende vragen gaat behandelen. Die gaat erover. Dus wat moeten wij nu voor de uitspraak doen dan? Nou, nogmaals, wij hebben zorg daarover. Ik bedoel, die lekkage waar u het net ook aan raakte. Daar hebben we mee te maken gehad en het bedreigt onze drinkwatervoorziening. Want wij betrekken ons water van Vitens en die is daar actief. Voorzitter, ik lees een dictum waar niet sprake is van alleen het uitspreken van zorg. Die zorg die deel ik en die wordt hier breed gedeeld, maar het dictum gaat veel verder en daar hebben wij wat moeite mee. Ja, akkoord. Eerst zorg en dan actie. Ja. Voorzitter, nee, maar dat is helder en duidelijk. Wat als ik daarop bij mag vallen, voor mij dat gaat hij iets verder. Enerzijds is er voor mij zorg. Anderzijds zou ik ook graag meer informatie willen hebben om te weten wat de effecten zijn. Dus wat mij betreft zou een dictum, als dat in de richting komt van het uitspreken van zorg richting zowel het provinciale als richting de landelijke overheid, maar ook het verzoek om inzicht te krijgen wat mogelijke effecten in die ondergrond zouden kunnen zijn. Dat helpt ons volgens mij veel verder dan nu alleen maar iets te roepen over het deel van de leiding in Hardenberg. Dus dat zou mijn oproep zijn om het dictum in die trend te veranderen en dan heeft het zeker onze steun. Ja, dat moet ik even met mijn mede-indieners overleggen. Akkoord. Misschien is het handig, mevrouw Van Hoek, nog een aanvulling of anders wou ik de wethouder het woord geven. Nou, ik wilde toch de strijdbaarheid van vrouw even hier in het midden gooien met wat aanvullende informatie hieromtrent. Want ik kan me voorstellen dat er discussie is over de noodzaak om op deze manier het dictum op te stellen. Waar het eigenlijk om gaat is dat diep in de grond, 45 kilometer van die pijpleidingen, waarvan meer dan 90% onder onze gemeente rondloopt. Dat is nogal wat. Daarnaast zijn er door de NAM bevestigd dat er 180 locaties zijn over die 45 kilometer verdeeld, waarbij 50% van die locaties, de wanddikte is gereduceerd door corrosie en aantasting door de chemicaliën die meegenomen worden. De leidingen onder ons grondgebied, daar zitten 8 plekken waarbij slechts nog 15% wanddikte gemeten is door de NAM. Op het moment dat je daar dus herstelwerkzaamheden gaat plegen, oftewel diep gaat graven, ga je dus instabiliteit creëren daar waar het al instabiel is. En daarnaast betekent dat om een nieuwe, om de pijp te moeten repareren, ze niet de pijp volledig eruit halen, maar op kleine stukken een nieuw stuk inschuiven. Nou, ja, ik ga u toch onderbreken, want u gaat nu heel erg detail in. Nou ja, die vraag het is geen informerende ronde. Dan had u dat van tevoren die informatie moeten verstrekken bij de motie. Nou ja, de vragen worden ook gesteld, voorzitter, dus ik vond het toch wel echt nodig. Ja, maar dit gaat mij veel te ver en in detail. Er staan hier 2 dingen in het dictum die van belang zijn om af te wegen of u die motie als raad wilt steunen of niet. Het ene gaat om een onderzoek, het college op te dragen om een onderzoek in te stellen naar een verbod op graafwerkzaamheden. En het tweede is
nadrukkelijk op te dragen aan de provinciaal bestuur, Tweede Kamer en minister Kamp om aan te dringen op stopzetting van de injectie. Dat is wat voor ligt, constateer ik. Is het misschien verstandig om, want de heer Jonkhans heeft er ook uitgebreid op geantwoord op de vragen die zijn gesteld, dank daarvoor. Ik denk dat het misschien goed is om even naar de wethouder te gaan om van zijn kant te horen hoe hij er tegenaan kijkt. En ik hoor dat er wellicht een schorsing nog aankomt. De verantwoordelijk wethouder, de heer De Vent. Zou u willen ingaan op de motie en misschien dat u nog wat aanvullende informatie kunt verstrekken alvorens de raad hierover kan gaan stemmen? Dank u, voorzitter. Er is veel te doen rondom dit thema. Laat het ook helder zijn, want als je de media volgt en dan op alle nieuwsrubrieken is er wel iets over te lezen. De ene keer gaat het meer over schaliegas en dan gaat het over afvalwater. En het heeft allemaal te maken met de zorg, want die delen wij ook met u allen. Dat heeft u ook allemaal uitgesproken, over onze ondergrond, om de kwaliteit van ons drinkwater. Natura 2000, zegt de heer Bak, uiteraard het ecologisch systeem. Dus het heeft nogal wellicht een impact daarop, ook met het oog op de toekomst. Daarom is die zorg denk ik best heel terecht. Ik heb u naar aanleiding van 2 weken geleden, toen de heer Jonkhans de motie min of meer aankondigde, ook gezegd dat ik het belangrijk vond om u deelgenoot te maken van de stand van zaken. Dat heeft u van mij ook volgens mij uitvoerig gekregen, dat zowel de notitie van waar staan we nu in de discussie, als ook de antwoorden van de minister en de commissaris van de Koning in Overijssel. En ik wil u hier benadrukken dat de zorg die u allen heeft, dat wij die ook delen. En die delen wij juist ook met gemeente en provincie. Want ook provinciale staten zitten zo in. Wij willen wel graag ook helder en scherp hebben van wat nou de effecten zijn daarvan. Want dan kun je ook met elkaar iets uitspreken. Dan kun je ook een standpunt innemen. En er wordt op allerlei niveaus over dit onderwerp gesproken. Wij zitten er ook heel dicht op, via de bestuurlijke begeleidingscommissie, via de bestuurlijke stuurgroep. Daar is ook het waterschap nadrukkelijk bij betrokken. En laten we, dat is mijn oproep, dat ook in gezamenlijkheid zo doen. Met andere woorden, ik vind het heel sympathiek wat u hier uitspreekt. Maar ik kijk ook naar de timing. En binnenkort, dat heb ik ook in mijn stuk gezet, krijgt u de eerste uitslagen van onderzoek. En minister Kamp, die heeft nadrukkelijk gezegd, ik heb nu Royal Haskoning DHV ingeschakeld, een erkend bureau. Maar ik ga ook, gezien de emotie die er is, en dat begrijpt hij heel goed, vorige week was hij op RTV Oost, ik weet niet of ik het gezien heb op televisie, gaat hij nog eens weer een second opinion inzetten. Want hij wil tot op het naadje weten wat er precies speelt. En wij zitten daar als bestuurders vanuit de gezamenlijke gemeente in Overijssel en de provincie bovenop. En ik zou graag willen dat we dat eerst scherper krijgen en dan ook met elkaar kunnen vaststellen, is onze zorg terecht en gaan we nu een stevig standpunt als gemeente Hardenberg innemen. Dat zou mijn oproep zijn. Dus ik wil best de zorg uitspreken, die is ook bekend, want dat doen we al. Maar de dictum van deze motie gaat me nu te ver en het zou het proces van die gezamenlijke bestuurders volgens mij nu wat frustreren. Want dan ga je voor de troepen wat uitlopen. Dus sympathiek. Maar ik zou zeggen, nu nog even niet, wacht eerst even, want die komen op korte termijn de resultaten af. Dat is mijn reactie, voorzitter. Voorzitter. Akkoord, dank u wel. Nee, ik stel voor, want er gaan meer mensen wat over zeggen, om gewoon een tweede ronde even in te gaan lassen, zodat partijen de gelegenheid wordt geboden om hier iets over te zeggen. En ik begin bij de heer Jonkhans, maar wat mij betreft gaat de wethouder gewoon even zitten. Maar ik had wel een vraag aan de wethouder. Ja, maar ik maak een tweede ronde. Maar dan gaan we, als u anderen ook vragen hebben in de richting van de wethouder, dan doen we gewoon inderdaad een tweede ronde met de wethouder staan. Dan verzoek ik hem om te blijven staan. Heer Jonkhans. Nou, dan eerst de tweede ronde. Dan, de heer Van der Valk die probeert het probleem te bagatelliseren tot een oppervlakkige bodemvervuiling. Voorzitter, mag ik hier bezwaar aantekenen? Ik heb absoluut niet gebagatelliseerd. Ik heb ook mijn zorg uitgesproken. Alleen, ik vind uw motie te ver gaan. En in die zin steun ik het standpunt van de portefeuillehouder zoals die het nu naar voren brengt. Dat is iets heel anders, meneer Jonkhans. Nou, de heer Van der Valk gaf in zijn voorbeelden telkens aan de bodemvervuiling een rol tonen. En dat die opgeruimd kan worden, dat is correct.
Maar als een vervuiling op 3 kilometer diepte zit en men komt er dan achter dat het uiteindelijk niet zo pluis is geweest wat daar de grond in gebracht is, dan zie ik dat nog niet gesaneerd worden. Dus dat kan je niet saneren en daarom is het van belang om dat niet te doen. Voorzitter, ik hoor een heleboel alsen. Ik zou dat graag eerst een beetje onderzocht willen hebben. Akkoord. Anderen in de tweede ronde. De heer Roddermond, D66. Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de heer De Vent als portefeuillehouder. Als ik u goed beluister, en het is meer ter bevestiging van uw pleidooi wat ik vraag, zegt u van, nou ja, als het inderdaad zo zou blijken dat de gevolgen, zoals meneer Jonkans eigenlijk die schetst, zo schadelijk zijn, dan wilt u wel deze motie, tenminste de inhoud van deze motie, weer heroverwegen. Om te zeggen van, nou ja, dan zetten wij gewoon dat transport door Hardenbergs grondgebied stop. Is dat wel iets wat ik u hoor zeggen impliciet? Als de schadelijke effecten aantoonbaar zijn, ja. Akkoord, anderen niet. Is er behoefte aan een tweede ronde of, zoals gezegd... Ik had nog een vraag voor de wethouder. Ja. De vraag is... Op dit moment wordt er geen transport gepleegd. Op het moment dat dat NAM klaar is met de werkzaamheden die ze nu aan het doen zijn, wordt dan de injectie weer hervat of wordt dan gewacht totdat de second opinion is geweest? Zover ik van de minister heb begrepen, is dat hij heeft gezegd van ik wil alle onderzoeksresultaten eerst boven water hebben. En ik heb volgens mij ook in de memo die ik u heb toegestuurd gezegd dat hij verwacht daar in juni een besluit over te willen nemen. En ik ga ervan uit dat dan ook alle onderzoeksresultaten op tafel ligt. Maar die brief, die notitie die we van u hebben gekregen, dat is, die kwam eerder dan de reactie van de minister. Nee, want ook in de beantwoording die u heeft gekregen, die de minister heeft gericht aan de commissaris van de Koning, heeft hij dit volgens mij nog een keer expliciet vermeld. Voorzitter. Kort. Mag ik nog een aanvullende vraag? Mevrouw Van der Hoek. Aan de wethouder stellen. Voor de wethouder. Nou blijkt dat de NAM in de tweede helft van 2016 zou willen starten met hergebruik van de pijpleidingen. Dat betekent ook dat ze snel zouden moeten starten met herstelwerkzaamheden. Dus wachten die dan ook deze resultaten af voordat ze gaan investeren? En hoe is uw inzicht daarin? Want als geïnvesteerd is, zullen ze het willen doorzetten. Wat ik heb begrepen is dat de NAM zegt, ja, wij gaan wel al over tot de reparatie van de leiding. Want als straks blijkt dat de gevolgen zo schadelijk zijn en de minister besluit, die gaat er uiteindelijk over, dat hij zegt van nou, ik wil naar een alternatieve vorm toe, dan zal het onderzoek naar die alternatieve vorm toch nog wel enige tijd in beslag nemen. Maar ik ga er ook vanuit, en als hij tot de conclusie komt, dit is niet meer verantwoord, dat daar geen afvalwater meer doorheen zal gaan. Akkoord, dank u wel. Voldoende vragen gesteld en beantwoord. Ik kijk in de richting van de indiener van de motie. De heer Jonkhans. Nou, we willen even schorsen. Ja, heeft u aan 5 minuten voldoende? Ik hoop het. Kunnen we dat afspreken? Ik hoop het. Ja, ik geef u 5 minuten. 7:40 beginnen wij opnieuw. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik krijg een signaal dat de vergadering hervat kan worden. Dat doe ik bij deze. De vergadering is heropend. Het woord is aan de indiener van de motie, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben even overleg gehad en we hebben besloten het onderzoek waarover de wethouder sprak af te wachten. En daarom houden we even de motie aan. Akkoord. Tot er nadere informatie komt, de onderzoek op tafel komen, zeg maar, en dan komt dit weer terug op de agenda. Prima, akkoord. Dan gaan wij naar agendapunt, want daarmee kan ik dit agendapunt afhamen. Gaan we naar agendapunt 5b, c moet ik zeggen, 5c. Een motie aangekondigd door de fractie van GroenLinks in zaken Vrekken. Het woord is aan mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Je zou bijna denken dat de aanhouder dan uiteindelijk moet winnen. Wij hebben hier een motie voor het schaliegas en daarmee Vrekken vrij verklaren van onze gemeente. Waarbij ik wel van tevoren wil aangeven dat die reëel anders van inhoud is dan de vorige Vrekken-motie. Waarbij het ging over het Vrekken bij conventionele gaswinning. En in dit geval gaat het over het schaliegas winnen. En daar zit
een wereld van verschil in. U heeft het kunnen lezen. Bij het vrekken bij conventionele gas is dat eenmalig, slechts 2-3 maal, waarbij het gesteente slechts 1 keer wordt gespleten. En bij schaliegasopwekking betekent dat 6 tot 7 jaar continu non-stop boor en injectie van chemicaliën en water in onze ondergrond. Dit is een motie die wij hebben opgezet vanwege het feit dat dit de risico's die er zijn bij de pijpleidingen van de NAM over die 45 kilometer, waarvan een groot gedeelte onder ons grondgebied loopt, op het moment dat er in aangrenzende gemeentes, en dus echt pal aan onze gemeentelijke grenzen, waar schaliegasvelden zijn, stelselmatig wordt gevrekt, onze pijpleidingen dan risico lopen tot verzakking en andere manieren van beschadiging met alle gevolgen van dien. Slechts 2 weken geleden heeft onze provinciale staten in Overijssel in hun gezamenlijk kaders gesteld voor het ondergrondse beleid die wij hier zouden moeten voeren. Daarin hebben ze absoluut helder gemaakt dat onze drinkwaterwinning op geen enkele wijze aangetast mag worden en dat die veiligstelling een hoogste prioriteit heeft. Vandaag is bekend geworden in de Tweede Kamer dat wettelijk nu is verankerd dat het mogen boren op commercieel niveau van schaliegas opgeschort is tot 2023. Wat niet wegneemt dat wij nog steeds vanaf 2020 wel proefboringen moeten doen vanuit wetenschappelijk oogpunt. En dat na 2023 nog steeds volop in Nederland naar schaliegas mag worden geboord en die mogelijkheden opengesteld worden voor commerciële activiteiten in die zin. Wat wij graag willen, is niet omdat wij hier schaliegas hebben dat het schaliegasvrij zou moeten zijn. Maar 300 gemeentes in Nederland hebben zich al schaliegasvrij verklaard. Daar zitten ook gemeentes bij waarbij er geen schaliegas in de ondergrond zit. En provincie Overijssel heeft al in 2013 kenbaar gemaakt dat wij dit niet wensen in onze provincie. Als u de kaart zou zien, zult u zien dat wij eigenlijk geïsoleerd op een wit stukje zitten waar geen schaliegas is. Het zou mooi zijn als we dat beleid zouden kunnen ondersteunen. Dan ga ik graag over tot het dictum. En die luidt bijna gelijk aan de vorige keer. Draagt het college op gemeente Hardenberg schaliegas en vrekken vrij te verklaren en dit kenbaar te maken aan het provinciaal bestuur, Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En gaat over tot de orde van de dag. Prima. Dank voor de motie, het dictum. Ik kijk even rond in de richting van de raad of er vragen zijn voor mevrouw Van der Hoek over deze motie. De heer Van der Valk zie ik en de heer Bak. De heer Bak. Dank u, voorzitter. Mevrouw Van Hoek, zeer sympathieke motie volgens mij. Ik vraag me wel even af, omdat we als Hardenberg toch al wit zijn en de provincie het helder standpunt ingenomen heeft, waarom we alsnog daarvoor standpunt moeten innemen. Voorzitter, als ik direct mag reageren. Dus zoals ik aangaf, heeft dat te maken met de afvalwaterinjectie en de slechte staat waarin de pijpleidingen zich verkeren. Op het moment dat je ondersteunend uitlaat dat je ook in hier, mocht het zo zijn, geen schaliegas en geen vrekken wil, ondersteun je onze aangrenzende gemeentes die die verklaring al hebben gegeven, waarmee vrekken per definitie dan wordt uitgesloten. Dat vrekken maakt dat die afvalpijpen, afvalwaterleidingen dus voor ons risico's met zich meebrengen. De verpulvering van de ondergrond maakt dat er dus seismische activiteit kan plaatsvinden die dus ook weerslag heeft op ons grondgebied. Die verkruimeling van de ondergrond kan maken dat er verzakking plaatsvindt dieper dan 3 kilometer. En heeft dus uiteindelijk effecten. Dat is volgens mij geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag ging richting de provincie. De provincie heeft duidelijk standpunt ingenomen dat ze tegen vrekken zijn. Waarom zouden wij als Hardenberg dat nu alsnog ondersteunen? Omdat dat een gemeentelijke beslissing zou moeten zijn. Zo is die ook verankerd. Op het moment dat je die verklaring doet, is dat op gemeentelijk niveau die je kenbaar maakt. Zo is het bij al die gemeentes en provincies neergelegd. De heer Bak. Voorzitter, ik wil daar graag toen ook de portefeuillehouder even over horen. Wat hij daarvan vindt. Akkoord.
Ga ik naar de heer Van der Valk, CDA. Ja, voorzitter, ik begrijp van mevrouw Van der Hoek dat de gemeentes ineens gaan over het wrak. En nou, ik dacht dat er iemand anders over ging, maar dat hoor ik graag ook naar een van de portefeuillehouder. In uw dictum geeft u overigens aan dat u de gemeente Hardenberg zowel schaliegas als wrakkenvrij wilt hebben. In uw inleiding geeft u aan, ja, ik maak een verschil tussen het wrakken waar we het twee maanden geleden over hadden en het wrakken voor schaliegas. Maar wrakkenvrij is wrakkenvrij, dus dat klopt niet met elkaar, naar mijn idee. Misschien kunt u dat nog even toelichten. Graag, voorzitter. Wij zijn per definitie, en dat heeft u vorige keer ook gemerkt toen we de motie gewoon indienden, zijn per definitie tegen wrakken. Het onderscheid wat ik voor u duidelijk wilde maken is dat het niet over die eenmalige wrak gaat, maar over een consequente vorm van wrak. Op het moment dat je tegen schaliegas bent, ben je per definitie tegen de methodiek om dat boven de grond te krijgen. Dat is waarom het er zo in vervat zit. Maar dan moet u het woord wrakkenvrij weglaten als u dat consequent... Als dat zou maken dat u deze motie zou steunen, dan overweeg ik dat serieus. Dan had ik nog wel eerst een aanvullende vraag. Is het u bekend dat hedenmiddag de Tweede Kamer heeft besloten tot 2023 niet te gaan wrakken in Nederland? En bent u daarom bereid uw motie tot 2023 aan te houden? Voorzitter, volgens mij ben ik daar al mee begonnen in mijn woordvoering. Nee, want het betekent dat hoe meer wij ons democratisch geluid kunnen laten horen naar bewindslieden die straks weer moeten heroverwegen of dat uitstel eerder of op een zwaar, commercieel eerder vrijgegeven gaat worden, is dit het moment daar om te gaan reageren. Vorige keer heeft uw fractie, maar ook de wethouder, met klem aangegeven, er moet wel het juiste moment zijn om een dergelijk geluid te kunnen geven. En een mooier moment dan dit zou er wat ons betreft niet kunnen zijn. Voorzitter. Anderen nog, de heer Bak. Ik zou dan ook wel graag de mening daarover van de andere indieners van de motie willen horen. Aan uw collega raadsleden die de motie hebben ondersteund om daar een nog eens even helder standpunt kenbaar te maken. Ja. Wie zou ik daarvoor de gelegenheid mogen geven? De heer Jonkhans. Ja, we hebben toen aangegeven dat het wat ons betreft te vroeg kwam. Maar dat er als er een goede gelegenheid is dat we daar zonder meer in mee zouden gaan. Nou, die gelegenheid die doet zich nu voor. Ten meer omdat van de week ook is uitgelekt de conceptmer waarin aangegeven is dat zo'n beetje heel Twente schaliegas gewonnen kan worden. En zoals ik net in mijn inleiding ook al aangaf. Wij zijn sterk afhankelijk van drinkwater door grondwater. En dat wordt ernstig bedreigd. Dus, en dat wordt ook door de VWIN, de Vereniging van Drinkwaterbedrijven, ook ten zeerste afgeraden om schaliegaswinning te combineren met drinkwaterwinning. Dus vandaar dat wij er zeker brood in zagen om deze mee in te dienen. Kort, anderen, de heer Rodemond. Wij ondertekenen deze motie en dat doen wij ook op dit moment mede omdat het nu in de actualiteit staat en mede ook omdat we als gemeente de lat hoog leggen wat betreft de winning van duurzame energie, waar dit in ieder geval niet toe behoort. Daarmee onderstreep je ook je eigen ambities, ook op dit moment. En daarmee hoeven we ook niet te wachten tot 2023 wat mij betreft, maar hadden we liever vorig jaar hiermee gestart. Akkoord, ik zag de heer Mulder, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. De fractie van in de Tweede Kamer heeft afgelopen, vorige week woensdag, daar heel nadrukkelijk haar stem over laten horen en gezegd, we zijn in principe gewoon tegen wrakken, want wij kennen niet de gevolgen van de winning van schaliegas. Wat mevrouw Van Hoek al aangaf, wij weten niet wat er in die bodem gebeurt. Dus vandaar zijn we daar sowieso tegen wrak. Akkoord. Stel voor, u wilt nog een reactie geven, dan stel ik voor om naar de wethouder te gaan. Om, zoals aangekondigd, ook zijn reactie nog even te vragen. In aanvulling hierop, in tegenstelling tot wat de afvalwater van de NAM doet met de ondergrond, is hier over de gevolgen van fracken bij schaliegasopwekking bij de TU in Delft wel degelijk harde cijfers aantoonbaar dat dit echt contaminatie van onze grondwater gaat betekenen, maar ook voor onze flora en fauna. En dat zijn toch zaken die we over generatie heen getild gezond willen behouden. Dank. Ik ga naar de wethouder, de heer De Vent, om een reactie te geven op de motie.
Het woord is aan de heer Vent. Dank u, voorzitter. Tweede deel, rondom Vrekken en met name schaliegas, want ik heb hem vooral ingestoken vanuit uw oproep ook rond schaliegas. Laten we ook even met elkaar helder stellen dat we hier niet alles door elkaar gaan halen. Want ik heb de vorige keer heel nadrukkelijk aangegeven hoe ik in het Vrekken standpunt zit. Dus wat mij betreft, het Vrekken vrij zou ik er graag dan uit willen hebben, want schaliegasvrij, ja, dat is een oproep die we overal zien. Sterker nog, vorig jaar bij de VNG-congres is daar ook een motie over aangenomen, zoals u wellicht weet. Ruim 70% van de gemeenten hebben dat ook ondersteund, waaronder ook Hardenberg. Dus we hebben ook gezegd, daar sluiten we ons bij aan. Inmiddels zijn er 300 gemeenten die dat hebben verklaard. 11 provincies, al met al. En vandaag, heel recentelijk vanmiddag, heeft de Tweede Kamer gezegd, tot 2023 willen we geen activiteiten op dit terrein. Behalve proefboringen die u heeft aangegeven. Dus in die zin hebben wij ook gezegd, nou, wij vinden het sympathiek, dus wij zullen hem ook in die zin steunen, maar we willen het woordje Vrekken vrij eruit, om de discussie die we twee weken geleden hebben gehad, te vermijden, want we hebben te maken met Vrekken op het gebied van conventionele gaswinning, en we hebben te maken met Vrekken rondom schaliegas, ik krijg wat moeite met het woord zo langs mijn hand. Maar dat wil ik dus vermijden, want anders gaan we dingen door elkaar halen. Dus laten we ons baseren op het standpunt schaliegasvrij, en dan kan het college daarmee instemmen. Dan zeg ik wel bij tenslotte, voorzitter, er komt nog een keer de motie die twee weken geleden is aangenomen rondom duurzaamheid. Komt dan expliciet nog een keer wat mij betreft in het daglicht. Niet alleen hier, maar u weet waarschijnlijk ook dat de Nederlandse Bank zich gaat roeren nu inmiddels al als het gaat om duurzaamheid. Dus ik zie een maatschappelijke beweging ontstaan die maakt dat de discussie hierover en het kiezen straks voor duurzaamheid heel expliciet zal terugkeren ook in uw raad. Dat wil ik toch nog gezegd hebben. Maar dat is ook een mooie uitdaging. Mooi, dank u wel. Voorzitter, mogen wij dan heel kort de schorsing? Ja, dan ik wil vragen of de behoefte was aan de tweede ronde, maar ik geef eerst de schorsing. 5 minuten heeft u ook voldoende aan. Ja, akkoord. De vergadering is geschorst. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is agendapunt 5c, de motie over Vrekken. En ik ga naar de indiener van de motie, mevrouw Van den Hoek. Voorzitter, het voorstel van de wethouder hebben wij besproken en wij gaan daarmee akkoord. We dienen hem gewijzigd in, we halen het Vrekkenvrij uit het dictum eruit. Betekent dat het college opgedragen wordt de gemeente Hardenberg schaliegas vrij te verklaren en dit kenbaar te maken? Akkoord. Akkoord. Mag ik voorstellen om het voorstel, de motie dan in stemming te brengen? En ik ga er vanuit, ik maak maar even een rondje, het staat eronder, maar... Wie is voor aanneming van deze motie, is de vraag. Partij van de Arbeid, voor. GroenLinks voor. Op koers.nu, tegen. D66 voor. VVD voor. ChristenUnie voor. Leefbaar Hardenberg voor. En ook CDA-fractie voor. Voor. Daarmee is deze motie met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dank. Brengt ons bij de hamerstukken van de raadsvergadering van 8 maart... daar is een stemverklaring mogelijk. Agendapunt 6, vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Heideweg 1, Hogeweg. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Alle fracties hier aanwezig stemmen in met het voorstel. Het voorstel is aangenomen. Dank. Agendapunt 7, lijst ingekomen stukken tot en met 10 februari. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Akkoord. Akkoord. De rondvraag. Agenda punt 8. Nog iemand iets voor de rondvraag? Niet het geval. Akkoord.